1996 pleegde het Animal Justice Front tientallen aanslagen op vleesverwerkende bedrijven in Nederland. De totale schade bedroeg ruim 3 miljoen gulden. In maart van dit jaar werd het Animal Justice Front ontmaskerd. Het bleken twee jongens uit Den Helder te zijn, Erik van der El en Frank K. Spijt van naafjes heb ik niet, nee. Ik zou, als ik in dezelfde positie zes maanden geleden, had ik het weer gedaan. Dus ik heb er gewoon een straf erover gehad. Ik heb er in ieder geval geen spijt van dat ik hier zit. Absoluut niet. Het is waard geweest. Radicale dierenvrienden hebben de vleesindustrie de oorlog verklaard. Zembla over brandende dierenliefde. Canon is een vegan straight edge band. En waar zingen ze over? Ze zingen uitsluitend over veganisme en over de bevrijding van de aarde. En waar gaat deze tekst bijvoorbeeld over? Deze tekst gaat over de bevrijding van dieren in elke vorm. Dus onder andere ook geweld, als het nodig is. En dat blijkt wel dat het nodig is. Dat kun je niet afdoen? Ik kun het absoluut niet af. Vegan Johnny. Overtuigd veganist. Dat betekent dat hij geen dierlijke producten eet, drinkt of draagt. Ik zie vlees echt als moord. Vlees, waar komt het vanaf? Het komt nog steeds van een levend wezen af. En als een levend wezen vermoord moet worden om voedsel te verkrijgen voor de mens, dan is het inderdaad voor mij moord. Er wordt gewoon veel te weinig gedaan. Er zijn heel veel gewoon organisaties die voor het dier opkomen. Maar alleen met folderen red je het gewoon niet. Ik bedoel, daar pak je de aanstichter van alle leed niet aan. Dat heeft geen zin. Je kunt wel een folder uitdelen, maar dat heeft die man ook lak aan. Die vegan revolution, de veganistische revolutie, die is bezig? Ja, ik denk het wel. Ik vind het heel moeilijk om het te zeggen zo. Ik bedoel, ik heb vaak over nagedacht over de vegan revolution, maar ja, het is toch wel bezig, ja. Dat merk je nou wel. Hoeveel aanslagen worden wel niet gepleegd in de hele wereld. De Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Hier zit de 26-jarige Frank K. sinds maart van dit jaar in voorarrest wegens brandstichting en vernieling. Als je toch iets wil doen om de planeet een beetje te proberen goed te maken, proberen te redden, dan moeten er toch drastische maatregelen komen. Dus dan zal je toch wel iets met hardere hand moeten beginnen. En de meeste veranderingen zijn toch ingebracht in het systeem door middel van harde protestacties, heel veel protestacties en geweld. Je kan blijven praten en praten. Maar veel mensen willen gewoon niet luisteren. En mijn redenering was, wie niet luisteren wil, moet me voeren. Wat hun kunnen, kan ik ook. Hun gebruiken geweld tegen dieren. Dan is mijn geweld gelegitimeerd wat ik gebruik tegen hun. En nog niet eens gericht tegen hun, maar tegen de materialen wat ze gebruiken of degene waar ze voor staan. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het idee in mijn hoofd geweest. Toen ben ik begonnen met de brandstichtingen. Ze zijn in november 93 begonnen. Ze zijn in maart of in februari 96 gestopt. Ze begonnen met inderdaad het aanbrengen van leuzen als vlees is moord. Vervolgens ging men verder. Er werden brandbommetjes ontwikkeld. Die werden steeds verder geperfectioneerd. Op het laatst bleken ze dus brandbommen te kunnen maken waarmee je een heel bedrijf in de as legt. De eerste actie was in Den Helder, was tegen McDonald's. Dat is omdat ze zijn de grootste vleesverbruikers, rundvleesgebruikers van de hele wereld. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we die maar aanpakken. Hoe? Begon met rustige acties, zo een beetje spuitbus, sloten dichtlijmen. Dat was het wel zo'n beetje.
De eerste brand was een poging tot brandstichting op het slachthuis in Den Helder. Dat is mislukt, want dat waren toen in de beginfase de brandbommen gemaakt. Maar die werkten niet. En de tweede, waar echt brand is ontstaan, is in de slagerij in Den Helder. Daar hebben we dus gewoon benzine door een brievenbus gegooid en vuurwerk erachteraan. En toen is er dus brand ontstaan. Wat achteraf een hele stomme actie is geweest, omdat de mensen boven sliepen. Dat wist je niet? Ja, ik wist het wel, denk maar ik heb er gewoon niet bij stilgestaan dat het fout kon lopen. En nadat ik die actie, dat ik dat gedaan had, dan ben ik toch gaan nadenken van... Het had ook uit de hand kunnen lopen en het is toch niet mijn bedoeling om mensen te verwonden of in gevaar te brengen. Dus toen zijn we overgegaan op vrachtwagens, op industrieterreinen, waar helemaal geen mensen in de buurt kwamen. En zo zijn we verder gegaan. Dat was de eerste brandstichting. De grootste actie van Erik en Frank was in februari van dit jaar bij een slachthuis in Rotterdam. Het was de laatste in een reeks van 29 aanslagen. We zijn begonnen in Den Helder alleen. Maar toen dachten we op later, ja, als je in Den Helder blijft doen op één plek, dan vroeg of laat loop je toch tegen de lamp. Zeker in de kleine stad Den Helder. Iedereen praat, iedereen kent elkaar. Dus toen zijn we verder gegaan naar buiten Den Helder. Eerst de Kop van Noord-Holland, heel gewaard, dat soort dingen. En later Rotterdam, Hilversum, Leiden. Zodoende zijn we het hele land doorgetrokken. Dat is veel te langer nou, hè? Ik heb een lijstje gemaakt via de Gouden Gids waar allemaal bedrijven zitten. Heb je op de plattegrond heb je gekeken waar wat is. Zo'n route uitgestippeld. En gekeken, nou ja, die is het beste om een actie te doen. Weinig mensen, geen woonhuis in de buurt, vrachtwagen staan. Zodoende hebben we die doelwitten genomen. Dat was het gewoon via de Gouden Gids. En dan ging je met de trein erheen? Of ging met de trein erheen, vouwfiets meestal namen mee. Die kunnen in de trein. We konden daar op de fiets, waren we mobiel op de fiets. Terug in de trein en naar huis. Snel. Ik denk dat er in totaal een stuk of 12 in vlammen op zijn gegaan. En in Rotterdam, bij het slachthuis, is het overgeslagen naar het bedrijf. Een uitbeenbedrijf als het goed is. En die is voor mij volledig in de as gelegd. Iets van 2,7 miljoen schade. Er zijn, juist ook in de sfeer, in de kring van de dierenbeschermers, zijn er veel mensen die zeggen... Je mag zeker streven naar een betere behandeling van dieren, maar daarbij mag je niet anderen zomaar schade gaan berokkenen. Die mensen stellen zich heel duidelijke grenzen. Die grenzen zijn de grenzen van de strafwet, daar blijven we binnen. We gaan actie voeren, we gaan lobbyen en dergelijke. Zo gaan we proberen om de dierenrechten te verbeteren. Maar we gaan er niet toe over om branden te stichten en op die manier veel schade aan te richten. Station Amsterdam Sloterdijk. 7 uur 's ochtends. Lisette van Stede, campagneleider van de dierenrechtenorganisatie PETA, op weg naar een demonstratie. PETA is een Amerikaanse organisatie die wereldwijd 500.000 aanhangers heeft. 2 jaar geleden opende PETA een Nederlandse afdeling. We gaan naar Hoofddorp actie voeren bij Wyatt Arrest. We gaan actie voeren tegen het medicijn Primarin, dat door hun gefabriceerd wordt. En dit medicijn wordt gebruikt door vrouwen in de menopauze die soms last kunnen hebben en klachten. En het wordt gemaakt uit urine van drachtige merries. Die merries die zitten dus vast in kleine hokken. Ze hebben een katheter aan hun lijf, zodat die urine opgevangen kan worden. Ze zitten daar gewoon op die betonnen vloer. Ze kunnen zich niet draaien of bewegen. Het is vergelijkbaar aan het leed van kalveren. Stop niet uit. Als het boek dit zo dadelijk een beetje flink gespannen kan blijven. Het wordt even meer. Ja, doe maar rustig. Het is nog vroeg. Ja, of zijn ze allemaal binnen of niet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, het is nog geen 8:30. Oké, komen jullie maar. Maar er komt niemand opdagen. Het bedrijf was op de hoogte van de actie. Ja, hallo, mogen we even naar binnen komen? Sorry? Niemand naar binnen. Ja, 1 persoon. En dat kan. Peter, waar ben je? We worden niet ontvangen. Nee, ze staan niet te wachten op ons bezoek.
Wij moeten weg, we zijn niet welkom. Is het nu mislukt? Of, Nou, niet helemaal voor mijn gevoel. Ik bedoel, ze weten dat wij er zijn. Ze zullen ook wel begrepen hebben dat we terugkomen. Ik vind het jammer alleen dat we niet even ons woordje mogen doen. We komen hier op een rustige manier alleen uitleg geven. Want het blijkt dat er mensen niet weten waar ze mee bezig zijn. En ze geven ons niet eens de kans om te spreken. Dus dat vind ik heel jammer. Een organisatie als PITA probeert het grote publiek te bereiken. Echt de massamens. En dat doen ze door folders uit te spreiden, een blaadje uit te brengen. Van legale acties doen, zodat ze in de krant komen. En het heeft toch wel effect. Ik bedoel, ze zijn nu 2 jaar in Nederland ongeveer. Ze hebben toch iets over 20.000 actieve leden die hun ondersteunen in Nederland. Dus dat is heel veel voor een organisatie die nog maar pas begonnen is eigenlijk in Nederland. En het groeit nog steeds iedere dag. Dus het werkt wel, dat soort dingen. Dat soort dingen zijn heel belangrijk om het grote publiek te bereiken. Op die manier. Maar waarom ben je dan niet gewoon dat blijven doen? Ik denk voor het gevoel van mijn eigen onmacht ook gewoon. Toch iets te langzaam ging het. Voor mijn gevoel. En ja, naar mijn mening is het gewoon één grote strijd. En de legale strijd en de illegale strijd. Het is gewoon één grote eenheid. Tenminste, zo hoop ik dat het wordt. En dat ze met z'n allen gewoon schouders eronder zetten, weet je wel. Elkaar ondersteunen. Op die manier toch meer bereiken. Veel meer eenheid creëren in een hele grote groep mensen. En zodoende het hele leed proberen te bestrijden. En meer mensen wakker te maken. Ja, dat zijn de resultaten van onze actie bij Wyatt Terrace in Hoofddorp. Dus ik ben blij dat het best wel groot in de kranten is gekomen. Wat wij doen is, wij sturen naar mensen populaire artikelen, zoals bijvoorbeeld dit blad. Dat spreekt veel mensen aan. We proberen op een kleurige manier proberen we mensen wat bij te brengen. Leuke recepten die mensen kunnen proberen. Korte nieuwsitems. Mensen willen graag op een snelle manier kennis maken met wat PETA als organisatie doet. En dat sturen we in grote aantallen uit en daar krijgen we een goede respons op. En daar zijn we blij mee. Het principe van een dierenrechtenorganisatie als PETA is dat wij verder gaan dan de meeste organisaties. Het is namelijk in onze visie niet mogelijk om een dier op een vredelievende manier of op een goede manier dood te maken, op te fokken enzovoort. Het eindprincipe is en blijft dat een dier gedood wordt voor in dit geval bijvoorbeeld het bilstuk. Nou, wij vinden dat die bil dat hoort aan die koe te zitten en niet als biefstuk verkocht te worden. Wie zijn wij om gebruik te maken van dieren als gebruiksvoorwerpen? Want zo worden ze toch gezien als gebruiksvoorwerpen. Net als de melk van een koeien die melk produceren. Alles prima en aardig en wel als ze melk produceren. En als ze geen melk produceren, wat gebeurt er dan met ze? Ze gaan dood, ze worden naar het slachthuis gebracht. Dus toch een gebruiksvoorwerp. Dan worden eerst een gebruiker uitbuiten en dan afmaken. We hebben er toch niks meer aan, dat is economisch niet meer interessant. Dus. Naar mijn mening is het gewoon naar dieren kijken als gebruiksvoorwerp. En dat moet gestopt worden. Dit is dan wat wij in de populaire mond noemen de lijkenbalie. Allemaal dode dieren opgehakt in stukjes, je ziet niet meer wat het ooit geweest is. En zo wordt het dan verkocht. Maar gelukkig zijn er ook niet zo ver vandaan de alternatieven aanwezig. Dan moeten we ons eerst even door de kip vechten. Dan komen we hier bij de vegetarische producten waar een hele ruime keuze van is. En uiteindelijk is het zo, dat kan iedereen hier zien. Het moet ergens vandaan komen uit de lengte of uit de breedte. Dus hoe meer vegetarisch er komt, hoe minder dode dieren erin gaan. Dus hoe beter het is. Honing voor de echte dierenvriend ook niet meer weggelegd. Veel mensen weten niet dat bijen de honing aanleggen als wintervoorraad. En op het moment dat het winter wordt, dan wordt de honing weggehaald en wordt de honing vervangen door suikerwater, waardoor veel bijen doodgaan. En voor mij hoeft dat niet persoonlijk, voor mij mogen die bijen rustig blijven leven, dus ook geen honing meer helaas. Is het leven nog wel leuk op zo'n manier? Ja hoor, ik heb grote lol. Ja, ik zie er weinig problemen mee om gewoon in dezelfde winkel als iedereen inkopen te doen. Alleen ik sla dit vak over en ik pak bijvoorbeeld pindakaas. Ja, ik zie daar weinig problemen mee voor mezelf. Koekjes kunnen wel? Ja, maar er is een hele selectie van koekjes die je zou kunnen nemen. Maar zijn er ook koekjes die je niet kan nemen dan? Er zijn heel veel koekjes die je eigenlijk niet kunt nemen omdat er allerlei dierlijke vetten in zitten. Gelatines of allerlei E-nummers waarvan je niet wil weten hoe ze
in elkaar zitten. Dit zijn koekjes die ze hebben sinds kort, die komen dan uit Engeland. Daar staat zelfs ook nog een tekentje op. Wat is dat voor tekentje? Dat is een tekentje dat geschikt is voor vegetariërs. Dat wil niet zeggen dat het ook geschikt is voor veganisten. Maar het geeft een goede indicatie. En dat komt steeds meer erop dat allerlei producten allerlei merkjes gaan krijgen. Zodat je weet van, hé, hier zit geen gelatine in. Dus dat wil zeggen gemalen botten. En gelatine dat maakt het wel makkelijker. Gemalen botten? Gelatine is een mengsel van gemalen botten en van huiden. En dat wordt gemengd en dat wordt dan gebruikt als bindmiddel. Nou, tussen alle dode dieren liggen er ook nog wat vegetarisch. In dit geval zit vegetarisch broodbeleg. Voor hen die zeggen van nou, ik wil wel vegetariër worden, maar ik vind het moeilijk om iets op brood te vinden. Zijn daar deze producten, die kun je zo brood, kan je net zoals een plakje worst. Maar die zijn toch lang zo lekker, niet als die gehaktballetjes daar, denk ik. Dat waag ik te betwijfelen. En aan de andere kant is het zo dat die gehaktballetjes zijn één grote explosie van vet bij elkaar. Nou, valt mee hoor. Mevrouw vindt het meevallen. Ik vind het niet meevallen. En op het moment dat de ingrediëntendeclaratie... Nou, ik heb ze veel hoor. Jawel, maar wat ik alleen zeg is op het moment dat je dit neemt, is het minder vet. En dan neem ik die hot sauce van die Mexicaanse neem ik erbij. Ja, de smaken verschillen. Ik hou meer van vegetarisch en van levende dieren. Oh ja, dat is wat anders. Dan zijn we dat nu al uit. Van vlees eten doe ik heel erg weinig. Maar ik ben weer echt een viseter. Vismens. Zalig. Daarom staat hier ook al te kijken. Het water loopt maar uit de mond. Ja, ik zie ze toch liever zwemmen in de zee of in de rivier. Ah joh, doe niet zo sentimenteel. Dat is niks sentimenteel. Dan zie ik eruit als een sentimenteel dan? Ja, dat vind ik. Zo zie ik eruit. Nee toch? Vind ik sentimenteel. Maar vindt u het op zich niet juist dat dieren moeten leven? Vindt u iets? Dieren moeten leven, ja. Maar dat kan toch niet dat u ze opeet? Oh, bent u daarom vegetarisch? Ja, ja. Niet omdat ik een konijntje zielig vind, maar omdat ik gewoon liever zie dat die dieren zwemmen of lopen in plaats van doodgemaakt worden. Meneer, dat gaat me wel iets te ver hoor. Tuurlijk, mag u zelf weten. Ik zeg ook niet dat u het moet doen. Oh, discussie gesloten. Oké. Okay. Oh, ik lig in de clinch met die meneer. Clinch? Die is vegetarisch. Nooit in de clinch. Volgende nummer heet Reaction en dat gaat over een deel van onze principiële levensovertuiging, dat is vegetarisme. Satanic ritual, killer of the animal, whoever he may be. Only the demon can dine on the flesh of the dead. Wie zijn dit, John? Swan Neklozen, althans een gedeelte van Swan Neklozen. En dat is een band? Dat is een hele goede band. En waarom zingen jullie onder andere over veganisme? Nou ja, dat is vooral omdat het onze, of mijn mening is in ieder geval, hoe ik tegen de dingen aankijk, ja, met betrekking tot het eten van vlees. Ik denk dat het ook is om in deze wereld bepaalde problemen op te lossen. Ik denk dat we daar als hardcore zijn ook mee bezig zijn, tenminste in onze wereld van de straight edge. En ik denk ja, dat een groot onderdeel is. Wat is jullie boodschap dan? Ja, onze boodschap is dat het leven beter kan en dat ja, de wereld daardoor ook beter kan worden als mensen maar wat meer hun best proberen te doen. Dus door het niet eten van vlees, door het niet gebruiken van drugs, door tegen alcohol te zijn en niet te roken. Tenminste, dat, zo sta ik ervoor. Mijn leven draait om veganisme. Het is een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ik zal het nooit opgeven. Voor wie of wat dan ook. Ik bedoel, nee, ik zou het nooit doen. Wat vind je nou van mensen die niet veganist zijn? Die gewoon met leren jasjes lopen en naar McDonald's gaan? Ja,
Dat is moeilijk. Wat vind ik van die mensen? Ja, het zijn ook mensen. En aan de andere kant zijn ook mensen die onderwezen moeten worden. Ik bedoel, ik heb zelf ook, zoals ik al zei, 14 jaar toch vlees gegeten. Ik bedoel, niet zo veel, maar ja, dat zegt niks. Dat maakt niet uit, het is geen excuus. Maar toch, ik heb het ook geleerd. Ik bedoel, ik wist er ook niet vanaf dat er zoveel leed achter zat. Achter vlees. En helemaal niet achter melk en andere melkproducten. Kun je misschien een pakket maken waarin je dat allemaal gewoon opschrijft? Ik heb zelf heel veel gezien. Ik ben bij heel veel bio-industrie geweest. Ik ben bij heel veel slachthuizen geweest, laboratoria. En wat ik daar zie is gewoon niet juist. Ik wil niet meer meewerken aan de doodsangst van dieren in slachthuizen, laboratoria, de bontindustrie. Ik vind gewoon dat het niet aan ons mensen is om een dier te vergassen, nekken te breken of om door stroom te zetten en vervolgens de keel door te snijden. Ik vind dat iets waarvoor ik zeg als persoon, voor mij hoeft dat niet. Ja, af en toe had ik wel eens momenten waarvan ik dacht, nou, ik zie het nou helemaal niet meer zitten, want het gaat gewoon toch maar door en door. Maar ik heb toch wel over het algemeen het gevoel van, ja, je moet toch een beetje iets van je af te zetten op het laatst. En ook je eigen leven een beetje vrolijk. Je kan niet alles op je schouder nemen. Soms was ik wel depressief natuurlijk. Maar ja, soms ook niet. Dus op en neer. Ups en downs. En als je dan down was, hoe kwam dat dan? Door dingen op tv bijvoorbeeld. Ik woon vlakbij een slachthuis. En dan zag ik om het uur een stuk of twee, drie wagens vol met dieren. Met jonge kalfjes daar naartoe gaan. Ja, en dan denk je op een manier, ja. Soms denk je, nou, dan zie je het gewoon echt niet meer zitten. Dan denk je, waar zijn ze met z'n allen mee bezig? En toen, ja, dan deed ik maar weer een actie, zeg maar. Nou, dan was het wel weer even rustig. Tot de volgende actie gewoon. Dus zo'n actie was bijna een soort therapie voor jou? Nou, misschien een klein beetje. Want ik heb nooit echt voldaan gevoeld na zo'n actie. Ik hou ook helemaal niet van brand of zoiets. Dus ja, misschien een klein beetje. Niet echt heel veel. Een beetje. Behalve met brandstichtingen hield Van K. zich vorig jaar bezig met acties van PETA. Je hebt in de universiteit. Weg meneer. Weg meneer. De bedoeling was eigenlijk om naar het vliegtuig te gaan om te proberen die transport te stoppen. Dat we echt voor te gaan staan. Maar ze hadden ons dus al in de gaten en dus zijn ze heel ergens anders gaan landen en zo. Opzouten, heb je dat? Kom maar, in de bus. Kom maar mee. Nee. Ik wil je geen pijn doen, maar je moet niet ouwen. Op Schiphol-Oost hebben leden van de dierenrechtenorganisatie PETA geprotesteerd tegen het vervoer van kistkalveren. 15 actievoerders hielden enige tijd het kantoor van een bedrijf bezet dat het vervoer van kistkalveren afhandelt. Dit is een uitzending van het journaal. En dit is een van de middelen waarmee we proberen mensen op een wat grootschalige wijze te benaderen. Naar aanleiding van de actie wordt hier dus een korte uitzending gemaakt over waarom wij die actie gedaan hebben. En op die manier bereiken we natuurlijk ontzettend veel mensen. Stop transporten nu! Stop transporten nu! De bedoeling was dus om daar op die transportband vanuit het vliegtuig gewoon erop te gaan zitten. Zodat ze niet meer verder konden met het uitladen van die kalveren. Maar van tevoren hadden ze ons dus door. Maar we waren al zo ver gevorderd. Zeiden, nou ja, we gaan er toch gewoon maar overheen. Dan laten we ons arresteren. En dan hebben we al meer nieuws in de krant. Ik heb van Frank en Erik nooit iets gemerkt van, oh, die gaan vannacht nu op pad of morgenochtend ergens naartoe te gaan om daar een brand te stichten of in elk geval de gereedschappen van de vleesindustrie schade toebrengen. Dat heb ik nooit gemerkt en dat is op zich een goede zaak. En ik denk ook dat dat de reden is waarom de politie zo lang heeft moeten zoeken. Engeland vorig jaar. Britse dierenactivisten protesteren tegen het transport van kistkalveren naar Nederland. Qua mentaliteit van mensen die met dit soort acties bezig zijn of die zich inzetten voor doelen, zijn de Engelsen veel verder, daar heb ik respect voor. Want ze gaan er ook echt voor. Er is voor hun geen compromis, dan gaan ze de gevangenis maar in.
jammer. Ze hebben wel gedaan waar ze voor strijden. Daar heb ik heel veel respect voor. Is dat ook jouw inspiratie geweest? Ja, gedeelte wel, ja. Zeker. En ook gedeelte van mijn eigen gevoel natuurlijk. Maar ik heb veel gekeken naar hoe hun het deden en zo. Ben ik in die trant ben ik verder gegaan. Iets op mijn eigen manier natuurlijk, maar dat heeft me zeker geïnspireerd, ja. Zeker. Een anti-bond demonstratie in Londen, waar ook PETA Nederland bij aanwezig is. De tocht voert langs bondwinkels en de woonhuizen van bondhandelaren. Een van de demonstranten is de voorman van het militante Britse dierenbevrijdingsfront, Robin Webb. It is a war. It's not a campaign. It's not a demonstration. It's a war, and it's a war where all the hundreds of millions of casualties have all been on one side. And there is no doubt whatsoever that if the non-human animals could fight for themselves, we would have had a lot of dead animal abusers already. People like Frank and Eric are heroes. I think they've done what their heart told them to do, and they should be applauded. Not condemned, not imprisoned, but applauded for fighting for the innocents. Our race has a history of heroes fighting injustice. Frank and Eric belong with those heroes. Yes, that way. We can't protest down there. We'll go up that way. That way. That way. No, first shots down there. Why should we go down there? There's no first shot down there. Because I am saying. I'm not demonstrating to an empty building. No. I've come to London to demonstrate. That's what I'm going to do. You can't deter people from. And carrying out just that by prison sentences. It doesn't work. It doesn't work as a deterrent. It never will. I've been in 16 prisons and it will never deter me because we know what we're doing is right. We're not the criminals in this plot. Is it worth it for you? Well, you shouldn't get caught, basically. And if you do, it's just a prison's bearable. It's nothing compared to what the animals go through. And like anything else, when you're caught breaking law, normally it's only the tip of the iceberg that you're caught for. So yeah, of course it's worth it and of course you carry on. You know, we're dealing with something that comes from the heart and we've got a sense of burning injustice and we'll carry on until we get animal liberation. You know, it's going to be that you wait until you see what happens in the next century. The next century we belong to animal liberation, I think. Mainly we do concentrate in England, but now more and more so animal liberation is spreading throughout the world, so we're having to deal with prisoners from all sorts of countries. I'll show you in our international news section, we've got Holland there, Norway, New Zealand, and this is just an example. What have you written about Holland? It's about Frank and Eric, two activists who are in detention in Holland at the minute for arson on various companies to do with animal abuse. I think mainly slaughterhouses, burning trucks at slaughterhouses, which we fully support. If you look at the back of that's our prisoners list, and that shows you how many people there are in prison. There's Eric, oops. How many are there in England imprisoned? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And then you've got Eric and Frank are in Holland. In Holland there are two young boys are in prison. You've heard about it. Because they burned a lot of meat industry. That's fair enough. What do you think? I totally agree with that. Totally agree. Now, should you do it?
No. By all means necessary. Who knew? Who knew no. then? Why do you say no? Who told you that you should say no? Well, never. The media told you that you should say no. No, sir. The fact is, people have been campaigning against the meat industry, the vivisection industry since the 1700s, and we get absolutely nowhere. And sometimes it takes time for people. Calm down. Calm down. Why are you there? Now, I come from the farming industry. Oh God. And we produce these things. And what is wrong with that? What's wrong with it? Yes. Do you want me to grab you by your tie, take you into a slaughterhouse, and slit you down your stomach? Do you want me to do that? Goodbye. That's not bye. 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 Het gerechtsgebouw in Alkmaar. Hier betuigen sympathisanten en familieleden steun aan de gearresteerde dierenactivisten Erik van der El en Frank K. Zij staan terecht wegens brandstichting en vernieling. Hij heeft het ons nooit verteld. We wisten het niet. En het kwam bij ons echt heel verrassend. Maar toen we het hoorden van dat hij gearresteerd was, ja, kon ik het me voorstellen dat hij het gedaan had. Dat is wel, ja. Ja. Hij was zo, hij voelde zich zo onmachtig, ja. Heb ik het gevoel. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Hij voelde zich echt heel onmachtig. Hij wou gewoon dingen ondernemen, zodat de aandacht erop gevestigd werd. Dat dat dierenleed zo niet verder kan gaan. Want dat er veel dierenleed is, dat is zeker. Het is natuurlijk niet goed te praten. Maar toch, op last kan je niet meer anders, denk ik. Als je toch iets wil doen om de planeet een beetje te proberen goed te maken, proberen te redden, dan moeten er toch drastische maatregelen komen. Want het is zoals het nu gaat, die economisch belang. Ik zie niet erin dat regeringen gaan zeggen, nou kijk, we gaan nu maar eens minder geld verdienen, we gaan nu maar eens natuur op de eerste plaats zetten. Dat gebeurt nooit, nooit van zo lang zal het leven. Dus dan zal je toch wel eens met hardere hand moeten beginnen. En de meeste veranderingen zijn toch ingebracht in het systeem door middel van harde protestacties, heel veel protestacties en geweld. Iedereen kan wel een bepaald doel kiezen, een bepaalde ideologie en vervolgens zeggen, moet ik daarvoor moorden, moet ik daarvoor brand stichten waarbij mensen levensgevaar lopen. Ach, dat moet men dan maar accepteren, want ik heb zo'n mooi doel voor ogen. Dat is in onze rechtsstaat geen manier van actie voeren. In een rechtsstaat is het voeren van actie voor een bepaald doel is geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Daarvoor hebben ze gekozen, voor het plegen van strafbare feiten. En dat wordt nu eenmaal niet getolereerd. Dat kan ook niet. Als je ervan uitgaat dat het doden van een dier even erg is als het doden van een mens. En als je dan vervolgens ziet dat een samenleving, een maatschappij, dat doden legitiem vindt. Ja, dan kan je haast niet anders dan zeggen van niet alleen ik ben het er niet mee eens. Maar ik verkeer op voet van oorlog met die samenleving, want die treft mij in het diepste van wat ik als hoogste goed in mijn beleving zie. Doe je shirt even goed. Ik zit niet geregeld. Voor sommige mensen is hij een held. Ja, dat weet ik. Voor u ook? Nee, voor mij is hij geen held. Nee. Ik vind, je moet relativeren. En voor de mensen die dus ook tot dit soort acties over zouden kunnen gaan, daarvoor zal hij een held zijn. Maar voor mij dus niet, nee. U vindt het te ver? Ja, het is mij te ver gegaan, ja. In Engeland, waar veel van dit soort acties worden gepleegd, spreekt men van de weekendterrorist. Die door de week een keurige baan heeft en in het weekend bijvoorbeeld om op de bres te komen voor de dieren, die terroristische acties pleegt. En om deze personen die al deze branden hebben gesticht in Nederland, 29 van dit soort acties, om die nu als helden af te schilderen, daar maak ik ernstige bezwaren tegen. Ik denk dat ze wel degelijk zich van terroristische middelen hebben bediend. Nou, dat hangt maar vanaf in welk kamp je zit. Wat voor de ene een terrorist is, is voor de andere een vrijheidsstrijder. Mandela werd vroeger een terrorist genoemd en nu is hij een aanbeden staatshoofd. Dus het kan nog verkeren. Er is nog hoop voor Frank en Erik. Eind vorige maand sprak de Alkmaarse rechtbank de volgende straf uit.
De rechtbank is van oordeel dat een vrijheidsstraf van lange duur passend en geboden is. U heeft met uw acties, de rechtbank heeft in een slagerij, een eenmanszaak in Den Helder, veel angst veroorzaakt boven deze slagerij een gezin te slapen. En u en uw mededader doelbewust grote tot zeer grote financiële schade toegebracht. Door het voeren van gewelddadige acties de Nederlandse rechtsorde ernstig geschaad. Het uitdragen van innerlijke overtuiging door middel van het plegen van ernstige strafbare feiten en het daarbij in gevaar brengen van levens en goederen is uiteraard intolerabel. En dat alles brengt de rechtbank tot de volgende beslissing. 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en dat dan met aftrek. Uur herbeloofd om 2, wilt u uitdrukken assistentie brandweer Putten, Voorthuizerstraat 156, 5 vrachtwagens brandende, over. Ik denk dat er nog veel meer gevangenen gaan komen in Nederland. Er zijn toch wel veel branden geweest nog sinds de tijd dat we hier zijn. Op vleesverwerkende bedrijven, op slachthuizen. In Putten is er een hele grote brand geweest die aangestoken is. Door dierenvrienden, denk ik? Ik denk het wel. Ik bedoel, 10 vrachtwagens van een dierenslachterij. Dat gaat niet zomaar. Het zijn geen mensen die voor een lol vrachtwagens in brand steken. Of er moet een pyromaan aan het werk zijn. Dus het moet wel iets geweest zijn van mensen die er tegen zijn. Ik denk dat er steeds meer van dit soort acties gaan komen. Ook omdat mensen het niet meer pikken gewoon. Ze zien ook gewoon, naar ons wordt niet geluisterd. Dan doen we het maar op deze manier. Misschien dat jullie dan willen luisteren. En als jullie dan nog niet willen luisteren, dan gaan we gewoon door. Ik heb een gevangenisstraf ervoor over. Dus ik denk dat die trend gaat wel voortzetten, zeker. En niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld.